Ze zit sinds een week of drie in de Tweede Kamer voor D66. Hier zien we hoe dat ging, Lisa. Mooi moment. Dit was een heel bijzonder moment. Ja. Ja, voor mij was het allerbijzonderste moment net daarvoor, toen ik voor het eerst voet zette in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Tussen al die blauwe stoeltjes? Tussen al die prachtige blauwe stoeltjes, inderdaad. Want toen ik daar voor het eerst binnenliep en ik was natuurlijk wel eens ooit op de publieke tribune geweest, maar nu dus op de vloer zelf. Toen realiseerde ik me hoe historisch dat moment was. Dat we nu voor het eerst een openlijk transgender persoon in de Tweede Kamer hebben. Ja, openlijk. Zou er wel eens ooit iemand geweest zijn die dat niet openlijk... Ik zeg dat er altijd bij, omdat ik weet nog toen ik zelf in transitie ging, toen heb ik van heel veel mensen uit mijn omgeving gehoord, goh, je bent de eerste transgender persoon die ik ken. En toen vulde ik ze altijd aan, voor zover je weet. Ja, ja. Want het idee is natuurlijk toch nog steeds een beetje dat je transgender mensen van een kilometer afstand herkent. Ja. En dat is echt niet altijd zo. Dus misschien ken jij al heel veel trans mensen waar je je niet eens bewust van bent. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Maar jij vindt het belangrijk om het ook uit te dragen. Om het openlijk te zijn. Om niet te zeggen, ik ben Lisa en verder niks. Je zegt er iets achter. Ja, ik zeg er inderdaad iets achter. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat sommige trans mensen zich daarover uitspreken. Zodat we als groep zichtbaar zijn. Ja. Er zijn veel misvattingen over trans mensen. En helaas doen transgender mensen ook nog niet helemaal volwaardig mee in onze samenleving. Vanwege discriminatie en geweld. Ja. En dat moet veranderen wat mij betreft. En het begint er dan bij. Maar verlang je er nooit naar om daar niet over te praten? Want nou moet je steeds weer praten over, over dat je ooit een man was. Dat ik ooit leefde als man, inderdaad. Ja. Oh, zeg je het zo? Zo zeg ik het. Ik ben altijd al een vrouw geweest. Alleen had ik de verpakking gekregen. Iedereen dacht dat je een man was. Ja. Precies, ja. Dus werd ik opgevoed als man, had ik een naam die bij een man past. Ja. Maar dat was ik nooit. Ja. Dus, en ik vind het belangrijk om daar af en toe over te praten. En ja, ik word er ook wel eens moe van. maar nu niet, want dat was onderdeel van deze uitnodiging. Dus ik vertel er ook graag over. Ja, ja. Maar wat ik belangrijk vind is dat mensen gaan zien dat transgender mensen ook wel iets meer zijn dan alleen dat verhaal over hun transitie. En dat ze vroeger als een man of jongen leefden of andersom, hè. Wij zijn veel meer, we kunnen veel meer, we tellen mee. En wat mij betreft moeten we ook meer meedoen in onze samenleving. En dus ben je nu gewoon Kamerlid. Ja. Straks hebben we het nog wel over de transgender, maar even over die eerste weken. Het waren niet de meest saaie weken in de politiek, hè? Dat is volgens mij een understatement. Ja. Meteen ja. Die eerste dag al, hè? Die eerste dag, mijn allereerste werkdag, was meteen een nachtelijk debat. Ja. Ben je erbij gebleven? Ja, we zijn er allemaal bij gebleven. Natuurlijk om ondersteuning en support te bieden aan de mensen die in de frontlinie staan. Dan weet je toch niet wat je meemaakt. Dat was dat debat met Rutte, hè? Ik heb het gekeken. Ja. Nou, ik weet nog dat de oude rotten van onze fractie, die zeiden ook tegen de nieuwelingen van, nou, dit is er wel echt heel uitzonderlijk. Dit zul je waarschijnlijk in je hele 4 jaar in de Kamer misschien nog ooit 1 keer meemaken. En toen hadden we afgelopen donderdag het coronadebat, dat ook tot heel laat doorging. Ja. Dus het zijn sowieso bijzondere tijden. Ja, het zijn bijzondere tijden. Maar het hele verhaal rond Mark Rutte is nu een beetje tot stilstand gekomen. Het is eigenlijk een beetje stil. Wat gebeurt er achter de schermen, Lisa? Jij loopt daar rond. Nou ja, kijk, ik denk dat iedereen zich realiseert dat we een verantwoordelijkheid hebben om tot een goede, stabiele regering te komen. De heer Cenk Willink is natuurlijk met alle partijen in gesprek om te kijken wat daar de ideeën en verwachtingen bij zijn. Maar gaan jullie wel met Rutte in een kabinet dan, of niet? Nou ja, dat moeten we dit proces nog maar eens even goed doorlopen natuurlijk, om te zien wat mogelijk is. En, ik test even en je vermogen tot het geven van politieke antwoorden. Ja, was dit een politieke antwoord? Ja, je bent geslaagd. Ja. Nou, dan zal mijn je gaat er natuurlijk niks over zeggen. Nee, daar ga ik niks over zeggen. Nee. Ik zit daar natuurlijk ook niet rechtstreeks aan tafel. En dan zou het een beetje raar zijn als ik namens iemand ga praten die er wel alles van weet. Dus daar hou ik niet zo van. En dat andere, die affaire deze week, jouw collega Sidney Smeets, die vanwege het onheus benaderen van jonge mannen de Kamer heeft verlaten, om het maar even kort te zeggen. Daarmee heb je in elk geval gezien hoe snel het kan gaan in de politiek, hè? Nou, dit is een ongelooflijk verdrietige kwestie voor Sidney Smeets zelf, maar ook voor alle jongens die aan de andere kant van het verhaal betrokken zijn. Ja, ik hoop dat iedereen daar zijn weg kan vinden. Ik kan me voorstellen dat de fractie een beetje in mineur was deze week. Nou, het is een persoonlijk drama. Ja. Ja. En dat voelen jullie allemaal? Dat raakt, ja. Ja. Maar dat geeft ook wel aan hoe kwetsbaar je bent. Ik bedoel, zo loop je alsof het je eerste schooldag is te huppelen tussen de blauwe bankjes. En zo sta je weer buiten, hè?
Nou ja, de realiteit van de politiek is natuurlijk dat het een hard vak is. En je staat permanent op de bühne eigenlijk. Hè? Ja. Corona of geen corona, wij mogen altijd optreden. Jullie mogen wel altijd spelen. maar wij worden dus ook ontzettend in de gaten gehouden. Ja. En dat is wat bijzonder is aan dit vak. En wat het ook, zo kun je natuurlijk ook zien, wat het ook wel interessant maakt. Ja. Je bent een van de 150 en alle ogen zijn op je gericht. Je bent opgegroeid in Oosterhout. Hoe was dat? Ik zei net, je bent geboren als jongetje. Nou, je zegt, ik ben altijd een meisje geweest, maar zo zag de buitenwereld mij. Hoe was jouw jeugd? Nou ja, ik had een vrij kalme jeugd, van buitenaf beschouwd. Hè, dus niemand vermoedde wat. Er werd vroeger altijd gezegd, dat is iemand met, dat is een stil water met diepe gronden. Mm-hmm. Maar er zat altijd al een soort van frictie in mijzelf. Ik kon mijn plek niet echt vinden. Ik voelde me nooit heel erg thuis met mezelf en in mezelf. En snapte je dat? Snapte je jezelf? Helemaal niet. Nee, ik weet nog dat ik was een jaar of 8 of 9. En toen zaten we met mijn twee zussen. Ik heb twee oudere zussen. We zaten de drie kinderen op zaterdagavond fris gewassen met natgekamde haartjes op de bank met het hele gezin televisie te kijken. En op een of andere manier kwam er een documentaire voorbij van een transvrouw. En dat heeft zo'n ontzettend grote, diepe indruk op mij gemaakt. Op je achtste jaar? Ja, op mijn 8e of 9e jaar was ik. En ik kende het hele concept transgender niet. Nou, dat is niet zo gek als je 8 of 9 bent, toch? Ik neem het mezelf en niemand kwalijk. Maar op dat moment dacht ik van, hey, dit bestaat. Dat sloeg in als een bom. Wat fascinerend. Mm. En er was een soort diep gevoel van herkenning. En tegelijkertijd ook een soort blokkade, omdat het zo onwerkelijk was om dit tot je door te laten dringen. En ik voelde ook wel dat het moeilijk was om daar steun voor te krijgen. Voor zo'n besef. Dus ik heb dat gevoel binnen laten komen en binnengehouden ook. Best een lange tijd. Ja, ik heb gelezen ergens dat je als puber computerspelletjes maakt. Ik zag echt zo'n nerdy jongetje voor me. Was je dat? Dat was ik geloof ik ook wel. Ik voldeed wel redelijk aan het stereotype. Ook stil water, ook toen nog. Precies, ja. En je hebt vrij lang gewacht met die transitie. Ja, hoewel, kijk, de laatste jaren zien we dat steeds meer trans mensen al op jongere leeftijd voor zichzelf gaan staan. Dat is een fantastische ontwikkeling, want het laat natuurlijk ook zien dat er meer ruimte en meer veiligheid is om dat te doen. Ondanks dat er nog heel veel geweld en discriminatie is. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar een jaar of 10 geleden was de gemiddelde leeftijd waarop trans mensen in transitie gingen. Zo halverwege de 30, dus 35. Ja, dat is rond de 40, hè, geloof ik. Ja, precies. Ja. Dus dan zit je net achter het gemiddelde, maar niet extreem laat. En is het nou zo dat je tot die tijd ongelukkig was en sindsdien gelukkig? Als ik voor dat moment elke dag ongelukkig was geweest, had ik de stap waarschijnlijk eerder gezet. Mm. Want het is natuurlijk niet zo dat je hele levensgeluk afhangt van je gender. Dat is bij jou niet zo, bij jou niet zo. Bij mij ook niet zo. Mm. Er is heel veel leuks te beleven. Er zat frictie. Zeker. Daar leef je dan toch mee? Zeker. Ja, daar leef je mee. En op een bepaald moment denk je van, nou, dit is wat onderdeel is van leven in het algemeen. Dit zal iedereen wel zo hebben. Precies. Ja. Maar het had wel effect ook op intieme relaties. Omdat de vrouw in mij, zoals ik haar een tijd geleden al ben gaan noemen, die wilde eruit, die wilde tot uitdrukking gebracht worden. En dat is natuurlijk wel ingewikkeld in relaties. Dus dat heeft wel relaties ook onder druk gezet. Ja. En op een bepaald moment had ik het punt bereikt dat ik dacht, die vrouw die ik in mij ervaar, die heeft nu zo vaak zo'n negatieve impact op mijn leven gehad. Nu moet ik haar eens echt serieus gaan nemen in plaats van altijd een beetje soort van op zolder bewaren. En toen heb ik gezegd, ik ga het onderzoeken. En ik accepteer elke conclusie. Dat roep je dan heel dapper aan het begin van zo'n zoektocht. En als dan de conclusie zich aan je opdringt, dan denk je ook wel van, wow, ga ik dit nou echt wel doen? En je hebt het gedaan. En ik heb het gedaan, ja. Ja. En je bent er gelukkig mee? Ik ben er heel blij mee. Ja. Voor mij is het verschil dat ik sinds mijn transitie een soort bodem in mezelf voel, die ik daarvoor nooit gevoeld heb. Hmm. En dan sta het klopt. Dan sta je steviger. Ja, het klopt. Dan is er ook een Lisa van waaruit ik de wereld mag bekijken en de wereld in mag gaan. Laatste vraag, Lisa. Ik vind het zo fascinerend dat jij eerst als man door het leven gaat en daarna als vrouw. Mm-hmm. Want dat is heel uniek, dat maakt niemand mee.
Hoe word je verschillend behandeld? Wat is het belangrijkste verschil dan? Je wordt ontzettend verschillend behandeld. En de belangrijkste opbrengst van die dubbele ervaring inderdaad is dat ik de wereld van de mannen goed snap en de wereld van de vrouwen goed snap. Dus ik zie mezelf ook als een soort bruggenbouwer. Want sommige dingen zijn echt anders vanuit het mannelijk of het vrouwelijk perspectief. Ja. Ik zal je een voorbeeld geven van hoe dat gedrag beïnvloedt, of je een man of een vrouw bent. Ik heb, voordat ik volledig in transitie ging, heb ik een paar jaar stage gelopen, zo noemde ik dat. Leefde ik parttime als vrouw en parttime nog in mijn mannelijke rol. Ik dacht, ja, voor ik zo'n ingrijpende beslissing neem, moet ik toch even een beetje proeven hoe dat nou is. En in die stageperiode kwam ik in mijn vriendenkring, soms als man, soms als vrouw, net afhankelijk van hoe de wind stond, zou ik eerst willen zeggen. En er was een moment dat ik op een dinsdag bij een goede vriend van mij kwam. En toen was ik nog, als man. En dan kom ik binnen, hoe is het? En dan moet ik zelf mijn jas ophangen. En de dag daarna kwam ik als vrouw bij hem. En toen kreeg ik 3 zoenen. Hielp hij mij uit mijn jas, hing die mijn jas voor me op. Hij hield de deur open. Nou. Dus puur het feit dat je daar als vrouw verschijnt, dat betekent iets in het sociale programma wat we kennelijk allemaal in ons hoofd hebben. Ja. Dus je wordt ineens heel anders bejegend.